allemaal. En welkom weer bij een nieuwe reportage. Ik ga dit gewoon vaker doen. Mensen mijn intro laten doen. Ja, dat is leuk. Doe ik. Ja, perfect. Jij bent eigenlijk een fantastische medewerker, hè? Kostenpatiënt, dan heb je qua. Precies. We staan vandaag hier in Purmerend op de koemarkt. Ja, ik geloof het gelijk als je het zegt. Ik weet het begon niet. Nou, kijk maar. Ja. Ik zag ze net ook al staan. Ja, nee, oké. Okay. Er valt hier een aantal mensen de koe bij de horens. Kijk eens, het is niet normaal druk. Ja, nou ja, goed. Oh, daar hebben we een kalfje. Die komt ook aan, die gaat ook lurken aan de melkuier. Ja. Die denkt, ik kan het in bed niet krijgen, ik doe het maar op een koe. Ja, zoiets. Ja, er zijn meer mensen, ik noem geen namen. Ja. We worden van alle kanten gefotografeerd. Ja, goed. Deze intro gaat helemaal nergens heen. Dus wij gaan maar beginnen met deze kermis. Mooie kermis. Ben je hier al vaker geweest? Nee, de eerste keer. Dus première. Dat is leuk. Dan neem ik jou in de outro er weer bij om te vragen wat je ervan vindt. En, want er zijn hier toch een aantal leuke zaken. En we gaan beginnen. Daar gaan we. Let's go! Scheef of net te ver. Echt gewoon of de. Ja, dat was het. Waar moet je eigenlijk een bepakte met van mij? Ja, dat touwtje. Ja, dat is het. Dat zei ik toch niet. Waar film je aan, hoor? Nee, wat knipte, dat is schaaltje, hè? Ja. Als je juist zo'n scheermesje wasting here, waiting for another year. We both know the score, we've been here once before. So many words unspoken, you took my heart, it's already broken. You don't have to wait, I can take the pain. I will surrender, let me go on a new adventure.
go. It's my time. Watch me build another life. Find another space. Explore the world and find my place. Hope you find some peace of mind. Hope the night was worth your time. Threw my heart away. We won't see another day. We both know the score. We've been here once before. So many words unspoken. You took my heart, it's already broken. You don't have to wait. I can take the pain. I will surrender, let me go. It's a new adventure. Ja, ziet er nog goed uit? Het is bij die glijbaan, weet je. Je weet nooit hoe je goed moet glijden. Dus ik stoot zo mijn elleboog er tegenaan. Dus dat geeft dan zo'n lekker brandend gevoel, man. Tip van de zaak. Je moet altijd zo, gewoon een beetje ingetogen. Ja, daar ben ik nu achter, ja. Ja. In ieder geval, we spreken hem al. Voor deze attractiespecial staan we voor de Adventure Bay Funhouse van Spelbrink. Ja. Ik heb hem al in Rotterdam een keer behandeld, maar toen was de voorbouwer nog niet bij. Heb jij hem hiervoor al eens gedaan? Nee, dit is mijn eerste keer deze. Daarom dat ik hem hier wilde doen. 3,50, geen geld. Dus ik dacht, nou, ga even een rondje maken. Zeker. En laten we eerst even het uiterlijk bespreken. Hoe vind jij die? Top. Uiterlijk is gewoon goed. Het is een nieuw huis. Ik weet niet of het allemaal paintings zijn, maar al zijn het stickers. Zijn wel mooie stickers. Mooie kleuren. Contrast is goed. Diverse kleuren ook. Ja, ziet er mooi uit. En van binnen? Ook. Ja, de containers aan de binnenkant zijn zelf helemaal oranje, maar de elementen zelf die hebben wel allemaal kleur. En ook die elastieken, weet je, het is niet gewoon één ja, net aan oranje dingen, maar je hebt er een blauwe tussen zitten, een rode. Het is allemaal verschillende kleuren. En ook heel veel verschillende elementen ook weer gecombineerd. Nee, dat klopt. Maar heb jij wel eens een ander Grosseto Funhouse gedaan? De Hero City is er ook nog eentje. En de Fire Department, is dat er ook één? Nee, die niet. Hero City, die wel, ja dan. Ja. Voor de rest niks. Après-ski party? Nee, die ook nog niet. Nee. Nou ja, wij hebben het wel eens over dat die Grosseto Funhouses allemaal een beetje hetzelfde zijn van binnen. Maar daar weet je, daar kan je dus niet zo heel veel over zeggen. Nee, daar kan ik niet over meepraten. Nee. Maar laat dat niet staan, want het zijn wel gewoon goede dingen die erin zitten. Hè? Ook al zijn ze in ieder huis wel hetzelfde, het zijn wel leuke afwisselende elementen. Ze zitten vol. Ja. Bij de New Generation, die zit in België en die zit soms. Ze nog wel eens in Nederland. Die heeft beneden best wel divers en heel krapjes, maar een heel groot parcours. En dan kom je boven en dan is het helemaal open. En dan heb je twee van die hele grote draaidingen. Twee plaatjes die zo gaan. En dan is de bovenverdieping al vol. En hier hebben ze, het zijn kleine dingen, maar je hebt van die netjes waar je overheen moet lopen. Van die pianotegels deden het niet, maar goed, het zijn toch weer pianotegels. Die zijn in ieder Grosseto Funhouse zijn ze stuk. Ja, welke fabrikant is het? Is dat Italiaan? Grosseto, Italiaans, ja. Ja, Italiaans. Italianen en elektro, dat is hetzelfde als Fransen en werken, dat gaat niet. Ja. En dan de voorbouw, moet ik eerlijk zeggen, ik vind het een leuke toevoeging. Niet zo heel veel unieks wat erin zit. Surfplankje is leuk, ja. Ja, surfplank inderdaad. Ja, die hebben we ook al binnen gezien, een rollenbank. Dan denk ik bij mij, waarom moet dat op een waterbak, maar goed. Nou ja, ja, het is toch weer leuk. En ook hier weer contrast in de kleuren. Ja. Nee, dat klopt. Maar ik vind het voorbouwtje erg leuk. Een goede toevoeging bij de Funhouse. Want dat kon je wel gebruiken. Want anders heb je zo die kassa, die steekt dan een beetje naar voren. En ja, dit ziet er toch beter uit ook. Het geeft daar inderdaad diepte. Ja. Meer diepte in de zaak. Het nodigt toch wat uit. Ja. De draaiton daarentegen was een beetje krapjes. Er zijn draaitonnen waar ik gewoon rechtop in kan staan. Waar ik zelfs dit kan doen. Ja. Hier moest ik me verlagen tot het niveau van Patrick. Ah, maar, ja? Ja. Wat? Ik zeg niks. Ja, gelijk maar. Oké. Al met al gewoon een goed funhouse. Ja, zeker. Ja.
Ja, prima. Ja, viel me niks tegen. Aanradertje. You know I don't play right. Just give me the word, I, You know I don't play right. Don't give me this, I'm gonna get back when I feel like. You know I don't play right, I'll put up a good fight. Just give me the word, I, You know I don't play right, you know I don't play right. Don't give me this, I'm gonna get back when I feel like. Dat was de Gerbes hier in Purmerend 2024. Jij bent er al vaker geweest. Een mooie editie. Wat vond je ervan? Mooie editie. Beter als vorig jaar. Geen top editie zoals we in het verleden kennen met Infinity, Propeller, Tornado. Noem het al. Maar nee, ja, die hebben er een keer samen gestaan. Ik bedoel, toen waren er meerdere topzaken tegelijkertijd op één kermis. En nu, met de Energizer als bijzondere zaak, houdt het op. De chaos. Geen bijzondere zaak. Staat hier al jaren. Dat is waar. Dus het is een beetje vastgeroest. En, ik heb het in mijn eigen video ook al aangestipt, het pleintje met Energizer, breakdance, spinning coaster, absurd lelijk neergezet. Daar moet wat anders op verzonnen worden, want dat vind ik ook echt niet mooi. Ik weet niet hoe het anders kan, maar om de een of andere reden staat het niet goed. Ja, nou goed, ik kan een slecht oordeel, dus het is voor mij de eerste keer dat ik hier ben. Maar ik vind het pleintje is inderdaad heel erg druk, heel rommelig. En ja, die Energizer had misschien hier, waar we nou staan, tussen de zweefmolen en Dubai, misschien mooier gestaan. Ja, is te diep. Ja, oké, mag. Nou ja, ik weet niet. Zowel bij die snoepkraam ook bij die Energizer, die zat veel te ver naar voren. Die Energizer zie je niet eens als je de bocht omloopt. Nee, klopt. Dat was het eerste wat ik straks tegen Patrick zei toen hij kwam. Die Energizer valt helemaal weg op dat plein. Dat door het front van de breakdance komt, dat weet ik niet, maar... Het heeft meerdere factoren, denk ik, maar het is niet al te best. Ze hadden de paal weg moeten halen. Ja, dat ook. Dan had je naar voren gekund en je had gewoon zicht gehad op de zaak. Nu staat er zo'n lelijke tyfuspaal waar ze de borden half afgeplakt hebben en dat ziet er gewoon niet uit. Waarom konden die twee kramen niet bij die paal staan? Want die konden volgens mij precies zo dat de een links van de paal, de ander rechts van de paal. En... dan de Energizer er op die plek van die kramen. Ja, kijk je nog tegen de achterwand aan van de breakdance. En dat ja, maar goed. Zo'n lelijk iets. Dan zet je die zaken zo neer. De Energizer heeft daar geen achterwand. Oké, dikke prima. Maar dan kijk je tegen een aggregaat aan. De transporter van Buwalda. Achterkant van de Fun Factory. En de achterkant van de breakdance. Ja, dat zijn nou niet de mooiste dingen om te zien, moet ik zeggen. Nee, dat klopt. Wat ze wel goed gedaan hebben overigens, is de Euroflyer hier achter gezet, vind ik. Een hoge zaak op het uiteinde. Wat nou weer? Ja, daar zijn de meningen namelijk ook over verdeeld. Want ik vind dat er hier een gigantisch gat is. En ik had die juist op het grote plein gezet. De Euroflyer? Ja. En wat dan hier? Entia als kopzaak. Of als kopzaak. Zoals vorig jaar stond. Zoals vorig jaar stond. Maar niet de Euroflyer hier. Oh mijn god, hoor ik net. Nou, die staat hier gewoon hoor. Ja. Hoi. Ik moet het niet noemen. Goed. Ik vind het wel redelijk staan zo. En de koemarkt staat altijd wel goed, vind ik. Ja, dat denk ik. Ja, dat is met de booster en zo. Ja, in principe wel een nette pleintje, ja. Ik vind wel een beetje dat er weinig staat, maar ja, verder vind ik wel een net stukje, ja. Alleen wat Patrick al benoemde, ik vind hier dit met de Euroflyer vind ik niks. Want het is een hele grote plekje waar niks staat. Ja, dat is wel jammer. Ja, begrijpelijk. Hebben we nog wat meer toe te voegen eigenlijk over deze kermis? Willen jullie nog wat kwijt? Nou ja, ik vond het een gezellige kermis tot nu toe. En, ja, we zullen zien wie dadelijk gaat uitblinken hier. Ja. Ja? En hele nette ripprijzen. 5 euro voor de Booster Max, 3,50 voor Breedens, Polyp,
4 euro vergroot te maken. Heel nette ritprijzen, vind ik. Zeker, ze hebben hier lagere ritprijzen, dat is ook te waarderen. Ja, kan je hier ook niet een keer beginnen met beste show, want hij wil dat graag. Ja, nou dan geef ik hem aan mezelf. Goed, tot zover. Vond je deze video nou leuk? Like hem even. Als je toch bezig bent daar beneden en je ziet het knopje met abonneren erop en die is nog rood, druk die even in. Is je computer gecrashed? Mijn excuses. Tot de volgende keer. Hier gaan we maar beëindigen. Dag!